السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس من زوجة بس لحكي نجيبة. Even a kleine update in verband de overleden zussen die geven me niet heeft. Wat ik jullie mee wil geven en mee wil delen, beste mensen, is dat deze zuster gewoon letterlijk in de steek is gelaten door gemeente Lelystad. We hebben gemeente Lelystad heel netjes uitgelegd hoe wij te werk gaan. In verband met mensen die geen familieleden hebben, mensen die geen geld hebben, dat wij natuurlijk altijd hun willen begraven in Almere eeuwige graf. Waarom? Hebben we altijd gezegd tegen iedereen ook, is omdat ze na 20 jaar bij andere uitvaartinstanties zeg maar uit worden gegraven. En dit probeer ik altijd te voorkomen. En daarom begin ik altijd een inzameling samen met de mensen om in Almere eeuwige graf te begraven, zodat ze daar eeuwig blijven en dat ze na 20 jaar niet een probleem krijgen, wat nu laatst heel veel gebeurt, dat ze na 20 jaar worden uitgegraven. Want deze mensen hebben geen familie of mensen hebben geen geld om na 20 jaar ook het contract te verlengen. Dat hebben we allemaal netjes uitgelegd aan de gemeente Lelystad. Maar die hebben daar gewoon maningen. Wat hun willen en wat hun hebben gezegd is dat hun eigen mensen hebben. Ze willen hun eigen mensen inschakelen, hun eigen uitvaartzorg, niet-islamitische uitvaartzorg, om deze vrouw te begraven ergens op een islamitische begraafplaats voor 20 jaar. En dat probeer ik altijd te voorkomen. Want als ik naar islamitische begraafplaatsen ga, dan zijn er heel veel bordjes, of staan er heel veel bordjes bij sommige graven, dat de familieleden contact moeten opnemen met de receptie. Nou, ik loop dan naar binnen en ik vraag dan waarom. Dan wordt er altijd gezegd, ja, de contract moet verlengd worden. En dan is mijn vraag weer aan hun. En als de familie niet komt om het contract te verlengen, ja, dan worden ze uitgegraven. En dan vraag ik dan, en dan wat gaan jullie met de bedelaren doen? Ja, de bedelaren worden dan zeg maar in een hoop gezet bij de niet-moslims. En dat is niet toegestaan in de islam. In de islam is dat niet toegestaan. En daarom heb ik altijd besloten om voortaan deze mensen die geen familie hebben, mensen die geen geld hebben in Almere te begraven voor eeuwig graf, om dit soort problemen in de toekomst zeg maar te voorkomen. Maar helaas, de gemeente heeft gewoon gezegd keihard nee. Wij werken met onze eigen mensen. Subhanallah, khair inshallah, alhamdulillah heeft Stichting Najiba hier een potje voor. Daar ben ik natuurlijk jullie ook dankbaar voor, wat jullie zijn, dat sebab, dat we toch haar kunnen begraven. Alhamdulillah, we hadden 5000 euro, hadden we al binnen, we hadden wat extra binnen gekregen. Alhamdulillah, dat nemen we mee voor haar. En we hadden nog een potje waar nog geld in zit. En dan gaan we het complete bedrag van 8.500 euro, gaan we gewoon netjes betalen aan de uitvaartzorg. En dit wilden we met jullie delen. Het is een teleurstelling. Voor de rest wil ik gemeente Lelystad hartstikke bedanken voor jullie medewerking. Hier wil ik het bij laten. En ik zou zeggen, deel deze video ook. Want helaas gebeurt dit vaker bij sommige gemeentes. Helaas. Ik vind het heel erg, ik vind het heel triest, weet je, dat ze hun eigen uitvaartzorginstellingen willen inschakelen, die helemaal geen verstand hebben van rituele wassingen en van al het gebeuren, subhanallah. Daar hebben ze totaal geen verstand van. En ik heb dat vaker meegemaakt, dat ze ons dan bellen, een uitvaartdienst die ons belt en vragen, ja, kunnen jullie helpen? Subhanallah, terwijl wij hebben netjes gevraagd, laten wij het overnemen. We hebben dit vaker gedaan. We hebben hier verstand van. Begrijp je? En ja, wat ze gezegden, Nederlandse gezegden, wat ze altijd zeggen. Ze zeggen toch natuurlijk altijd, iemand is dood, zijn ander is te brood. Nou, dit is letterlijk het bewijs. Mubarakallahu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry, we gaan zo salat op Janessa voor haar verrichten. En daarna zal we haar begraven samen. Mubarakallahu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.